de jonge journalist die in staat is om de journalistieke thema's van BNR te bekijken vanuit een nieuwe invalshoek. Hij snapt hoe jonge doelgroepen nieuws consumeren en kan dat vertalen naar online artikelen, radiocontent, podcasts, video's en social. Hij is verantwoordelijk voor diverse gastcolleges op het gebied van desinformatie in de journalistiek. Bovendien is hij aanhouder lid van de redactieraad van BNR, aldus Mark Adriaan. Anna Witteveen. En Anna is bezig met een bliksemcarrière binnen OMD. Pas 2,5 jaar binnen, gestart als digital executive in het opleidingsprogramma van OMD en via de functie van social specialist doorgestoten naar haar huidige rol als strategy consultant. En we hebben zomaar het idee dat haar reis nog niet voorbij is. Anna is al bekend om haar nieuwsgierigheid en enthousiasme waarmee ze alle uitdagingen die haar worden voorgelegd oppakt. Aldus Angelique Schreuders. Dionne van Dijk. Dionne is paid social expert. Ze is verantwoordelijk voor social strategy en testing, plus innovation roadmaps voor klanten als Booking, KLM en Hukkemuller. Naast social staat Dionne ook bekend om haar vermogen om processen te stroomlijnen en waardevolle relaties op te bouwen met haar klanten. Ze is gedreven om nieuwe technieken, data en creativiteit te combineren, wat vaak resulteert in nieuwe perspectieven en oplossingen. Aldus Patricia Malazzi. AC Sarpo. AC bezit het vermogen om creativiteit te koppelen aan een sterk analytisch vermogen. In AC weet je dat een goed idee is onderzocht en gestaafd binnen de doelgroep. Met haar enthousiasme en overtuigingskracht zorgt ze ervoor dat ze haar projecten voor elkaar krijgt. Geen speld tussen te krijgen. Met een groot netwerk aan creatives weet ze de brug te slaan tussen wat past bij het Rijksmuseum en wat de doelgroep nodig heeft. Aldus Hendrikje G. Wolder. Jermaine Ellekamp. Jermaine is crossmediale journalist waar elke redactie van droomt. Hij weet als geen ander wat online first betekent. Hij heeft elke dag weer de ambitie om kruim onderwerpen op alle kanalen van RTL Boulevard zo goed mogelijk uit te rollen. Van een column tot video, tot een livestream of het brengen van grote primeurs, hij weet hoe het journalistieke platform anno 2023 werkt. Leergierig, bevlogen en inventief, aldus George Epsley, Jorien van der Plas en Leonie Wetborg. Jhelisa Panfred. Jhelisa is een van de grootste groeidiamanten in de industrie. Strateeg overdag en award-winning podcast creator in de evening. Fotograaf voor de labels van overmorgen, in het weekend, bestuurslid of spreker op events. Ze is opgegroeid in en onderdeel van culture. Eigenlijk is ze de entrepreneur van morgen die nu de laatste stappen nog niet durft te zetten. Maar dat gaat ze zeker wel doen, aldus in video de Haan. Jordi Hillega. Jordi Hillega is de drijvende kracht achter de beweging die gemaakt wordt met het HERC en de Formule Scapino. Als manager van de beweging is Jordi verantwoordelijk voor het meekrijgen van de hele organisatie en voor het koers houden van alles en iedereen. Een teamplayer die weet wat hij wil, met lef op het juiste moment. Als het lastig wordt, houdt hij zijn rug recht en zet hij door. Aldus Michiel Rijshouder. Zeer jonge leeftijd, belangrijk project voor de overheid leidt. Haar masteronderzoek over laaggeletterdheid bracht haar in contact met Open Naam. Hier deed ze tijdens haar stage onderzoek naar effectieve gedragstechnieken om laaggeletterden een eerste stap te laten zetten om hun taalvaardigheden te verbeteren. Een jaar later kreeg ze al een leidende rol bij de actuele Open Naam campagne voor het ministerie van OCPW, aldus Olaf Hakenbrugge. Mike Kleinen. Talent heb je van nature. Wat je ermee doet is een training. De mooiste ideeën moeten uit je hoofd de wereld in. Dat snapt Mike als geen ander. Zo lanceerde hij samen met zijn teammaatje Tim het afgelopen jaar de nieuwe merkcampagne van Holland & Barrett, wist hij 2 maal het 8-uur-journaal te halen met zijn concepten en bedacht hij daarbovenop de merkcampagne voor Breaker. Aldus Anne Stokvis. Robert Heijmans. Een resultaatgerichte houding en een groot inlevingsvermogen
jaar al te maken die de belofte is veranderd. Wacht nog. De belofte van 2023 is geworden. Jhelisa Panfred. Jhelisa Panfred is de belofte van 2023. Mag een hartelijk applaus. Beloftes graag het podium hebben van een foto. Want ik vind het veel te belangrijk. Jongens, dit is de toekomst van ons vak. We hebben genoten van jullie verhalen. Over het licht van de voorkomende voor elke belofte. We nemen het bij de waarheid. Zou je naar... Thank you.